Snel even over de Europalaan van Nuenen naar Eindhoven of andersom is er nog niet bij. En de komende maanden wordt het er niet beter op. De renovatie van de Europalaan en de aanleg van de gescheiden busbanen voor de HOV2 is buiten de bebouwde kom tussen Nuenen en Eindhoven al een heel eind op streek. 3 van de 5 pindas, zoals de nieuwe verkeerspleinen ook wel genoemd worden, zijn nagenoeg klaar en het verkeer maakt er al gebruik van. De toekomst zal leren of de pleinen de veiligheid en de doorstroming van het verkeer wel zullen bevorderen. De verhoogde afslagen kunnen wel eens roet in het eten gaan gooien. Als je over de Europalaan rijdt, zie je dat over het hele traject hard gewerkt wordt. Op dit moment zijn we bij de Vallenstad bezig met de verlenging van de ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen. De voorbereidingen voor de werkzaamheden volgende week bij de Gelderopsteg worden ook al getroffen. Er is al grondwateronttrekking geplaatst. En verder zijn we bij de hoogte van de Avia Vollebak bezig met de aanpassing van riolering en duikers, grondwerkzaamheden en straatwerkzaamheden bij Nuenen West. En vandaag en morgen wordt ook geasfalteerd de busbaan eigenlijk vanaf het eerste verkeersplein tot aan de gemeentegrens van Eindhoven en de fietspaden. Vanaf vandaag beginnen de werkzaamheden pas echt aan het deel van de Europalaan in het dorp zelf. De wegenbouwer doet er alles aan om de overlast te beperken, maar moest voor dit deel van het traject stevige maatregelen nemen. De voorbereidingen voor volgende week worden ook al getroffen. Vanaf de Gelderopse dijk tot aan de Pluken zal de weg dan nog maar voor één richting toegankelijk zijn. Dat zal de richting zijn richting Eindhoven. Die blijft altijd toegankelijk. En eigenlijk het verkeer komende vanuit Eindhoven richting Nuenen zal kunnen doorrijden tot hier het verkeersplein De Pinkaart. En vanaf hier zal het de keuze moeten maken of ze De Pinkaart ingaan of de Kappadoesweg insteken. Ook de gemeente ziet dat dit voor veel overlast en vertraging zal gaan zorgen. Ik verwacht inderdaad overlast. Ik hoop dat mensen begrijpen dat wij met name deze periode, waar er eigenlijk de minste verkeersbelasting is, met name zomervakantie en dergelijke, dat dan de belasting het minste wordt. Maar wij zullen zeker overlast ondervinden in Nuenen-Zuid en in ons centrum en met name Nuenen-Noord. De gedeelte van het verkeer zal over de Kennedylaan opgevangen worden en over de Helmondweg geleid worden. In hoeverre is hier met de gemeente Eindhoven overleg over geweest? Want het zal een aanzienlijke belasting gaan geven. We hebben intensief overleg gehad met de gemeente Eindhoven in het regionaal verkeersoverleg met de provincie. Inderdaad om te kijken dat het verkeer, maar niet in Nuenen thuis hoort, dat via de Kennedylaan de rondweg en de A72 richting Gemert-Laarbeek worden geleid. Of de grote investeringen en alle werkzaamheden met bijkomende overlast de moeite waard waren, zal blijken als ook eenmaal de vernieuwde Montgomerylaan in Eindhoven en het nieuwe busstation bij het winkelcentrum Woensel klaar zijn. Pas dan is de HOV2 van Nuenen naar Eindhoven een feit en kan er geteld worden hoeveel mensen er daadwerkelijk vanuit Nuenen de bus zullen nemen naar Eindhoven.